Het kunstwerk Cube One van Dree Wapenaar bij de Java-toren is afgebroken. De kunstenaar mailde 2 jaar geleden naar de gemeente, de eigenaar van het kunstwerk, om te melden dat de bevestiging van het werk niet deugdelijk was. Hij bood aan om het te herstellen, maar kreeg tot op heden geen reactie van de gemeente. En de ambtenaar waar hij contact mee had, is vertrokken. Bij de gemeente wist men nog niet dat het kunstwerk omgevallen was. En men betwijfelde of het wel eigendom van de gemeente is, omdat het in de reeks beelden voor de rechtbank is opgenomen. Men is op zoek naar het mailtje. Ooit doopte het kunstwerk zichzelf. Het waaide van zijn sokkel tijdens een storm en kwam in de Waterboulevard terecht. In de kunsthal van Hof 88 hangen deze zomer heel veel werken van Museum de Fundatie. Want er is een samenwerkingsverband met het museum. Er hangen werken van Jan Sluiters, prachtige litho's en ook schilderijen van Rob Scholten. Daarnaast zijn er werken te zien van Nancy de Graaf, een jonge, veelbelovende kunstenares. Er zijn ook kinderen die deze weken regelmatig naar deze schilderijen hebben gekeken. Ze hebben er veel plezier in en leren zo om kunst op een heel andere manier te waarderen. We zijn heel erg blij dat we deze tentoonstelling weer kunnen doen dit jaar. Dit is al de 4e keer dat we een samenwerking hebben met de fundatie. En daar zijn we toch echt wel trots op. Deze werken, ik ben er erg van gecharmeerd, die zijn van Rob Scholten. Het is een hele serie. En het werk wat daar hangt, dat is ook wel heel mooi. Dat is boter, kaas en eieren. En dat is heel strak geschilderd. Je blijft er eigenlijk naar kijken. In de andere hal hangen werken van Jan Sluiters. En nou, die zijn ook prachtig. Die zijn heel lang geleden gemaakt. En Rob Scholten heeft ze verzameld. En die hele verzameling heeft de fundatie overgenomen. Dus vandaar dat het hier hangt. Het moet een beetje in het, niet in het daglicht hangen, vandaar dat het een beetje verduisterd is. Ja, want ze gaan over een bepaalde periode, ik geloof over de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. De Wereldoorlog. Het zijn spotprenten en soms zijn ze een beetje eng om te zien, vinden wij. Maar de groep kinderen die hier vorige week was, die zei, nou, wat eng. Het was helemaal niet eng, vonden ze, maar goed. Nancy de Graaf, ja, dat is een hele bijzondere, heel bijzonder talent. Ze heeft ook al 2 prijzen gekregen. En straks, als de kinderen komen van Zomerschool Talenta, dan gaan we daar beginnen. Want dat prikkelt ook de fantasie. Dus daar gaan we mee beginnen. Er zitten wel heel veel kleuren in verwerkt, zie je dat? Heel veel kleuren. En heel veel vormen. Weet je hoe Nancy te werk gaat? Ze gaat wat vlakken schilderen. Kun jij vertellen wat jij ervan vond om vanmorgen die schilderijen te bekijken? Heel leuk. Heel leuk. En wat vond jij vooral een leuk schilderij? Die schilderij met die vuur en vlam. Een schilderij met vuur en vlam, dat vond jij heel mooi? Ja? Dat was heel leuk. En wat vond jij zo mooi aan al die verschillende schilderijen? Want je hebt ook een schilderij gezien waar heel veel uit te halen valt. En heb jij daar nog iets speciaals in gezien? Ja, allemaal verschillende dingen die verstopt waren. Dat heb ik met mijn vrienden gezien. Hey, en als je nou kijkt naar de paarse en naar de grijze. Je staat bij schilderijen waar scheuren in zitten. Wat vind je daar zo mooi aan? Nou, ik vind het zeg maar iets hebben. En het zit zeg maar zo'n mooi patroon in en het is niet allemaal hetzelfde, maar het heeft gewoon iets zeg maar dat het zo mooi is en dat het zo goed gedaan is, dat het zo realistisch is. Ja, als je dan ziet dat je op die manier mensen kan laten bewegen en tegelijkertijd zorgt dat ze ook
onder de mensen komen, uit huis komen, hier naartoe komen, verbinding. Dat zijn prachtige zaken die hier gebeuren. En tegelijkertijd ook dat ik vandaag kennis kan maken met de mensen achter het Kansfonds. Want daar ligt voor de club natuurlijk ook wel een iets belangrijks. Want door de mogelijkheden van het Kansfonds heeft de club natuurlijk het hele Funny Fit gebeuren hier kunnen organiseren. En je ziet dat dat ook een dagbestedingsmogelijkheid biedt voor tal van Almeloers. En dat is gewoon goud waard. Daar krijg je gewoon energie van. Als je zo'n mooie waardering eigenlijk als het ware mag overhandigen. Hij is scherp en hij is zwaar. Ja. Maar als jullie misschien erbij zouden willen staan, dan kom ik hem jullie van harte overhandigen. Ik draag hem even over en dan geef ik daarna een ferme handdruk daarbij. Ik heb hem, want hij is inderdaad wel... Dan ga ik jullie de hand schudden. Ontzettend bedankt namens de club. Heel erg bedankt. Hartelijk dank. Ik zou zeggen, zet deze mooie vorm van waardering ook voort. Hè? Want met die gelden van het Kansfonds gebeuren er hier dus de meest fantastische dingen. Kansfonds is een sociaal fonds dat initiatieven steunt waarin mensen omzien naar kwetsbare groepen, zodat ze weer mee kunnen doen in de samenleving. Het zijn ongeveer 500 initiatieven die we jaarlijks steunen. En dan moet u denken aan initiatieven voor mensen met een beperking, mensen die dak- en thuisloos zijn, jongeren die geen thuissituatie hebben, kinderen die opgroeien in armoede, slachtoffers van huisgeweld. Ik kan nog wel even doorgaan. Ja, wat brengt u hier in Almelo? Ja, een fantastisch mooi initiatief is de Club Twente. Die steunen wij al een paar jaar met mooie initiatieven voor hun activiteiten. En daar hebben we een engel voor in ontvangst mogen nemen. De Club Engel. En daar ben ik apetrots op. Het zijn dus de drie ouderenbonden in Almelo, de KBO, de katholieke, de PCOB, de protestant-christelijke en de algemene, de OVA. Die zit samen in de COSBO en wij vallen dus onder de COSBO en daarin organiseren wij deze zomerschool. Het is vanmiddag prachtig mooi weer en iedereen doet het ook allemaal, ze doen het allemaal samen. De sfeer is hartstikke goed. Ik heb gehoord dat je, als je geen lid bent van een van die clubs, toch met de zomerschool mee kan doen. Ja, iedereen kan dus meedoen. De bedoeling is namelijk ook dat wij met name senioren, die dus in de vakantietijd vaak thuis zitten, alleen zijn, niks te doen hebben omdat kinderen weg zijn en noem maar op. Hebben we dus gewoon een activiteit waar ze dus aan mee kunnen doen. Dat doen we dus 2 weken lang. We hebben elke dag 2 activiteiten. We hebben totaal 20 activiteiten. En de afsluiting is 31 augustus en dat doen we in de bibliotheek. En lang niet iedereen komt daar hoor, maar aan deze activiteiten doen veel mensen mee. We hebben namelijk, voor dit jaar hadden we ruim 500 inschrijvingen. Iedereen die wil, die kan meedoen. Heel veel mensen die hebben toch, dat ze een beetje bang zijn van om dat te gaan doen. Maar op deze manier, zoals nu vanmiddag ook, iedereen leert elkaar weer kennen. En ja, de gezelligheid is heel belangrijk. Nou, mensen van de bonden die betalen dus €5 en mensen die dus geen lid zijn, die betalen €7. Maar vanmiddag krijg je dus daar de golven voor en je krijgt daarnaast ook koffie met iets lekkers erbij. En dan hebben we alle middagen en elke ochtend dan hebben we dat. Ik moet wel zeggen, we hebben er enorm veel plezier aan, ook de werkgroep zelf. Maar het is ook aan u te zien dat u er veel plezier in hebt en dat vind ik heel erg geweldig. Ja goed, als je dit werk doet, moet je het toch van jouzelf afstralen, vind ik. Ja, vind ik ook. En dat probeer ik ook altijd de werkgroep tegen de werkgroep te zeggen. Van, jongens, luister eens, wij doen het voor een ander, maar je moet er iets van jezelf ingooien. Als je dat niet doet, je kunt het niet van afstand doen. Nee. Je moet van iets van jezelf zijn. En dat lukt, dacht ik, over het algemeen aardig. En wat dat betreft moet ik eerlijk zeggen, we hebben ook een geweldige mooie groep. Graag even bij elkaar blijven staan. Ja, en met heel veel punten.
Dankjewel. U bent een van de machinisten geweest die vroeger op deze trein reed, klopt dat? Dat klopt. En hoe was dat om op die trein te rijden? Plezier en ja. En ja, ik vond dat mooi. Hier komt de trein Almelo binnen. Aan belangstelling geen gebrek, trouwens ook niet voor de voorstelling. Er zijn al meer dan 12.000 kaarten verkocht. Beetje dom hoor. De première van Het Verzet Kraakt is op dinsdag 29 augustus. Thank you.
gegift door de zeven kringgemeenten. Kunstenaar Jan Gierveld verbeeldde hiervoor in 1983 zijn eigen handen. Kijk vooral ook goed naar de duimen. Zijn de handen gelijk? Zijn ze identiek?